Goedemiddag, ik ben Peter Vlaarhoven van Loogardens Nurseries en Consultancy. En op Grootgroen Plus vullen wij de zintuigentuin in. Waarom de zintuigentuin? Elke tuin heeft natuurlijk betrekking op de zintuigen. Maar gaan we dusdanig benoemen, dan zijn we ook meer bewust van onze werking van de zintuigen op de natuur en op de planten. Ik wil u graag meenemen naar alle zintuigen en die koppelen aan de tuin. Laten we beginnen met het visuele. Natuurlijk hebben wij een beeld van allerlei planten en bloemen en ook vruchten zoals we hier hebben van een peertje. Nou, zo'n vruchtje dat heeft een visueel aspect en natuurlijk kunnen we dat ook heel goed proeven en ruiken en voelen zelfs. Dus er zit eigenlijk heel het zintuigentuin ding al in. Maar er is natuurlijk meer dan visueel. Elke tuin die wij zien, die zien wij als een visueel aspect. Moet mooi zijn, maar er is natuurlijk meer. Want als we goed luisteren, dan horen we ook de vogeltjes fluiten. Dat is eigenlijk een klein onderdeel van het gehoor. Natuurlijk gebeurt er meer in de tuin. Ook het gras, waar de wind door gaat, dat kan een geruis geven. Maar ook een hele goede bijenboom waar de bijen op zoomen, die geeft een bepaald geluid. En zo is er natuurlijk heel veel te bedenken. Goed, dan wil ik jullie graag meenemen door de tuin. En dan per zintuig eens kijken wat er gebeurt in zo'n tuin. We hebben natuurlijk een hele belangrijke binnen de zintuigen, dat is het visuele, het zien. Daar worden eigenlijk alle tuinen op gebaseerd. Het oog is belangrijk natuurlijk. En ja, goed, dat heb je hier natuurlijk bijvoorbeeld met de kurkeik, de kwerkensuber. Prachtige stam krijgt hij. En ja, dat is een heel kleurrijke gebeurtenis op één boom. Gecombineerd met de rest van de tuin geeft het ook een bepaald visueel effect. Maar er is meer. En ja, laat ik dan beginnen met het om met een andere zintuig aan te spreken buiten het visuele. En dat zou dan het gevoel kunnen zijn. Je kan een plant voelen. Er zijn heel veel planten die andere structuren hebben. Deze stam bijvoorbeeld, ja, het ziet er mooi uit, maar het geeft ook een bepaalde zachtheid als je erin drukt. Het is een beetje kurkachtig, ze noemen ook niet voor niks de kurkeik. En dat is een grove kurk, zeg maar. Dus dat is een bepaalde structuur die niet te vergelijken is met bijvoorbeeld de plant die ernaast staat, wat heel zacht kan zijn. En we hebben hier ook andere, bijvoorbeeld een van de zachtste klimplanten. Als je dat voelt, dan begrijp je niet dat zo in de natuur kan groeien. Zo zacht is dat. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld, we hebben een beetje verderop de zwepenboom, de celtis. Die heeft een heel grof structuur op het blad. Dat is weer een heel ander gevoel wat het geeft. Maar ook bepaalde vormen kunnen gevoel creëren. En ook dat hoort natuurlijk bij het aspect voelen. Dus ja, hoe meer variatie in een tuin, hoe meer beleving bij meerdere zintuigen. Dus ook met het voelen, met het zien. Maar ook bij het horen natuurlijk. Kijk, elke plant heeft ook een geluid. We hebben hier grassen staan. Als daar de miscanthus bijvoorbeeld, als daar de wind erheen gaat. Dan hoor je het geritsel wat heel herkenbaar is voor een miscanthus of een bamboe. Achter hebben we de bamboe. Er kan ook bij het waaien van de wind een bepaald geluid ontstaan. Maar het meest typische vinden wij hier altijd nog de ratelpopulier of de balsempopulier. Heel veel populieren hebben dat. Die maken zelfs geluid als het wind stil is. En ja, dat vinden wij. Als je daarop focust, dan heb je daar toch weer een heel andere beleving bij dan dat je er spontaan aan voorbij loopt. De balsempopulier. Zintuigen zorgen ervoor dat wij bewust of bewuster worden met onze omgeving. De zintuigentuin, natuurlijk is een zintuigentuin in het leven geroepen vanwege mensen die misschien enige beperking hebben op een bepaald zintuig, waardoor de andere zintuigen meer tot uiting komen.
en daardoor meer gefocust zijn met die andere zintuigen naar een, in de tuin natuurlijk. Vroeger was het eigenlijk heel normaal dat wij betrokken waren met onze zintuigen in de tuin, maar tegenwoordig kennen we dat niet meer. Dus ja, dat heeft ook natuurlijk met de snelle gang van zaken te maken, met de computerwereld, de digitale wereld zoals wij nu ook verbonden zijn met elkaar en met onze zogenaamde zintuigentuin. Maar eigenlijk is het een tuin zoals overal. En elke tuin kan je voelen, bijvoorbeeld deze Lonicera giraldi. Nou, het is de meest aaibare plant die wij in ons sortiment hebben, die ik eigenlijk ken. Enorm zacht fluweelachtig blad. Je snapt niet dat dit in de natuur gaat groeien, maar het... ga je dit aanraken, ja, ga je planten aanraken, dan kom je daarachter. Heel veel mensen vergeten dat. Hier hebben we ook nog een boom staan, de Machia amurensis, met een stam die heel scherp is, die heeft heel scherpe randen. Ja. Het is een kwestie van even ervaren en voelen. En dan word je ook meer betrokken bij de plant zelf natuurlijk. Kijk, niet alle planten zijn natuurlijk handtastelijk te benaderen om te voelen. Deze plant bijvoorbeeld, de Ruscinensis, die heeft toch wel een rijkelijke geschiedenis als het gaat over toxische stoffen. De Ruscinensis kan namelijk brandwonden veroorzaken bij gevoelige mensen. Er zijn zelfs mensen die ooit bij een overtaat van takken de takken hebben gesnoeid van de plant en deze bij het stoken de rook in de ogen kregen, waardoor ze toch helaas een beperking op de ogen kregen. Een bijna blindheid ontstond. Dus wat ik wil zeggen, niet alle planten zijn geschikt om zomaar lukraak aan te raken. Het is ook belangrijk dat je een beetje kennis van zaken hebt. En dat vinden wij ook heel belangrijk bij een tuin, om mensen toch bewust te laten worden van wat hebben ze in de tuin en wat doen de planten, wat is de achtergrond van de planten, welke stoffen zitten daarin, waar kan je van genieten, waar kan je voordeel uithalen, wat kan je eventueel eten. Natuurlijk de smaak ook een hele belangrijke binnen het zintuigen aspect. Ja, zo is er natuurlijk heel veel te ervaren. Goed, geur is natuurlijk een belangrijk zintuig gebeuren in de tuin. Heel veel tuinen worden ook buiten het visuele ook op geur aangelegd. Maar het gaat natuurlijk niet altijd over de roze geur samen met de maneschijn. Maar ook bijvoorbeeld, hier heb ik een voorbeeld, de Juniperus communis inheems in Nederland. Heel belangrijk voor de keuken. Geurend natuurlijk vanwege de hars in de plant die rijkelijk aanwezig is en die loskomt bij warmere temperaturen. Of bij kneuzes, fantastisch. Natuurlijk komen hier ook de jeneverbessen zelf aan. Goed, ook dan moet je wel een beetje kennis van zaken hebben, want als je een mannelijke Juniperus communis in de tuin hebt, dan gaan daar geen bessen in verschijnen. Dus je hebt beide nodig, de mannelijke en de vrouwelijke. Er zijn meerdere geurende planten. Zo hebben wij hier natuurlijk het summum binnen geurende planten, de Osmanthus fragrans. De naam zegt het al, fragrans van geur. De bloem is toch wel de meest geparfumeerde bloem binnen het groenrijk, vind ik altijd. En natuurlijk ook de jasminum, in dit geval de Stefanense. Wie kent de geur niet van jasminum binnen de parfumlijnen? Heel belangrijke stof binnen de farmacie. En natuurlijk, er zijn niet altijd alleen maar lekkere geuren. Er zijn ook andere geuren waar een plant heel herkenbaar van wordt. En dat is onder andere deze Caryopteris, die een beetje naar blauwe kaas ruikt. Oftewel de schoenen die we s'avonds na een lange dag werk uitdoen. Nou, dan kom je dit tegen, de geur van de Caryopteris divaricatus. Zo zijn er heel veel aspecten binnen het geurenland en valt er vaak heel veel emoties op. En een heel belangrijk gegeven dus. We zijn hier bij de Celtis sinensis, de zwepenboom, ook wel de netenboom genoemd. Wat wij niet veel weten en wat natuurlijk een heel belangrijk is binnen de zintuigentuin, is de smaak. Celtis heeft namelijk prachtige besjes met veel pit, maar wel een enorme rijke smaak, een hele zoete smaak. Ik noem het altijd de caviar van de botanische bomen, van de botanische fruit. Het is niet veel wat je proeft, maar die
De smaak is enorm aanwezig. Dus het zijn eigenlijk de kleine snoepjes binnen een tuin die een rijkelijke smaakervaring kunnen geven. We staan hier bij de Krategus Schraderiana, een meidoorn uit het Turkse gebied. Heel veel meidoorns zijn eetbaar, de ene is wat lekkerder dan de andere. De Krategus Schraderiana is de best smakende binnen alle meidoorns. Ook een prachtige donkerrode, bordeauxrode kleur. En de smaak is onovertreffelijk. Heel belangrijk binnen een zintuigentuin. Natuurlijk heeft elke plant meerdere zintuigen waar we op kunnen focussen. En meidoorn heeft er ook meerdere, zoals de takdoorns natuurlijk. De geur in het voorjaar bij de bloem. Maar de smaak is toch wel de topper van zo'n meidoorn. Goed, we hebben een aantal zintuigen de revue laten passeren in combinatie met het groen, met de planten. Natuurlijk is er heel veel mogelijk en het is onbegrensd eigenlijk. En natuurlijk moet je ook voor bepaalde zaken oppassen. Vooral met het proeven en het voelen. Ja, contact met de bepaalde planten kan gevaarlijk zijn, maar merendeel is gewoon een weldaad voor ons lichaam. Ook de andere zintuigelijke ervaringen geeft ons een bepaalde rust, waardoor we meer in connectie komen met de natuur. En daarom vinden wij dat ook zo belangrijk, dat mensen zich meer bewust worden van wat een tuin, wat planten doen in combinatie of gericht op onze zintuigen. Wij kunnen daar heel veel weldaad uit halen en we willen dit graag ook de mensen meegeven. Dus iedereen die hier, iedereen is welkom hier, maar iedereen die hier komt, die ervaart het ook zo. Die ervaart hier meer rust dan buiten de poort of in de hectische wereld. Elke vrijdag, zaterdag en zondag ben u welkom om ons te komen bezoeken hier bij Low Gardens en onze zintuigentuin. Tot ziens, graag. En ik hoop dat de boodschap enigszins geland is op al uw zintuigen.